Hey allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video uh, op mijn kanaal. Ik heb uh, met de wellenblokjes gewerkt en uh, nou ja, we zitten natuurlijk denk ik ook naar de openingsceremonie van uh, uh, de Olympische Spelen te kijken, maar die heb ik op de achtergrond heb ik die aanstaan. Maar ik dacht, ik ga je toch even laten zien wat ik tot nu toe heb gemaakt. Ik heb nog wel veel meer ideeën, maar het kaartje dat ik met dit blokje heb gemaakt moet morgen weg, want die wordt weggegeven. En uh, hier heb ik één kaartje mee gemaakt op dit moment. Hier, één kaartje, hier twee kaartjes mee en hier een kaartje mee. En ze hebben eigenlijk allemaal hetzelfde soort van principe. En je kunt daar dus heel goed voor gebruiken: stickers, die cuts, maar je kunt ook als je wilt gewoon uh, zelf uh, stempelen. Maar ik was een beetje lui donder en ik heb dus gewoon een stickertje gebruikt. Ik ga even dat inlegvelletje eruit. Dit is kaartje nummer 1. Deze gaat weg. Je gaat een mooie bon bij van een parfumeriezaak. Uh, die dame die heeft echt iets te vieren voor zichzelf. En je ziet al wel dat ik hier, uh, zeg maar een beetje dat hysterische vellen met al die kleurtjes heb gebruikt. Maar ja, als je daar zo'n leuk stikketje bij hebt en je geeft een, uh, een bon voor een parfumeriezaak weg, dan is het niks leukers dan om ook zo'n parfumflesje inderdaad uh, ja, als centraal middelpunt te gebruiken. Wat ik gedaan heb, is gewoon met uh, rechthoekige stansen, uh, echt een gat gestanst in de kaart. Um, en met één slag groot, ik weet niet of, of je het kan zien, heb ik er dus een raamwerkje uh, omheen, een frame omheen gemaakt. En er vroeg mij al iemand hoe kleef je dat vellum vast? En ik moet eerlijk zeggen, dat vind ik ook een probleem. Kijk, je kunt de vellum ook um, als dit je. Uh, uh, Vocale punten, zeg maar, kan je lijm hierachter aanbrengen, achter het uh, focal point of de letters en uh, dan zit het alleen op die plek vast. Nou, in dit geval heb ik het gewoon geplakt achter dat frame. Dus een hele goede oplossing om uh, uh, met film te werken is door framepjes te gebruiken. En dat heb ik met deze kaart eigenlijk iedere keer gedaan. Ik heb hele leuke stickertjes en die heb ik, het zijn een soort van Tim Holtz stickertjes, maar dan anders, want deze zijn gewoon van Temu. Start doing things you love, want ze gaat nu met pensioen namelijk. Dus daar kan ze mee beginnen. Natuurlijk mijn uh, diamanten stickertjes. Hier een hele grote diamant voorop. Hier zat een hartje onder. Daar heb ik een diamant opgeplakt. Heel uh, clean en simpel, maar ik denk voor haar heel leuk. Ik gebruik dus zometeen een inleggetje, omdat ik het jammer vind om hier uitgebreid te schrijven. Maar dat ga je dus zien. Dus komt een inlegger komt erin. En wat ik ook nog heel leuk vind, deze dame gaat dus zoals gezegd met pensioen wat een leuk idee zou kunnen zijn, maar ik laat het even achterwege. Is een stukje spiegelkarton in plaats van wit karton hier achter plakken. En dan kan je hier zeg maar met een pijl naar boven verwijzen met een, een zinnetje. Deze kampioen gaat met pensioen. En als ze zich dan zelf aankijkt, moet je het raden waar ik dat van heb. Nou, dat heb ik gewoon op Pinterest gezien. Ik heb een beetje vieze nagels zie ik nu. Sorry daarvoor. Ik heb allemaal dingen in de tuin gedaan en zo. Um, dus dat is uh, kaartje nummer 1. En dan ga ik je ook nog even laten zien waar ik dan daadwerkelijk die sticker vandaan heb. Dus pak al je stickerboekjes die je hebt. Ik had Dit stickerboekje heb ik voor heel weinig geld kunnen kopen bij ons bij Die Grenzen. Dat is niet uh, in heel Nederland een keten. Maar bij ons in uh, het oosten van het land is dat zo'n drogisterijketen zeg maar. En dan zat dat apart van een flesje. En toen wist ik het meteen. Dus wat je gewoon doet, is gewoon kijken van... Zie ik leuke stickertjes... Ik zie een leuk stikketje. Wat je dan meteen doet, is. je blokje met film erbij pakken. en andere blaadjes die erin zitten. kijken of er ook iets matcht. Nou ja, ik vond dit dus prima matchen met dat roze. en je kan er een kaart bij maken. Dus zo is dan mijn gedachteproces op dit moment. En dit is net een soort van floating elementje, zeg maar. En ik heb hier. heb ik ervoor gekozen om de randjes te inkten. En die inkjes zijn ook weer van Decotime. die goedkope inkjes van 1,99 dus dat is kaartje nummer 1. En deze gaat morgen dus weggegeven worden. Dan maakte ik daarna twee kaartjes. Ik hoop dat ik nog te verstaan ben. Denk ik wel moet een beetje verrijken. Met dit blokje. Dit deed mij al een beetje denken aan iets zeeachters, iets oceaan en rugs. En daar maakte ik twee kaartjes bij. En ik had al aangegeven dat, dat uh, dit film mij een beetje deed denken aan uh, kwalletjes of luchtbellen in de zee, of wat dan ook. Daarbij heb ik gezocht naar uh, deze die-cut blokken. Die heb ik natuurlijk zelf vrij grondig bestudeerd. Dus ik wist wel dat daar een beetje oceaan thema-achtige beestjes in zitten. Ik heb ook een vlinder gebruikt, zoals je zo meteen wil zien. En dit is dus ook een hele leuke manier om eigenlijk uh, ja, van die... Uh, die cuts ook echt af te komen door er gewoon heel leuke kaarten mee te maken ik ben niet zo van de die cuts en de stickers ik ben meer van het stempelen en inkleuren omdat ik dat nou helemaal leuk vind maar ik moet eerlijk zeggen het is mij erg goed bevallen vooral omdat het een heel simpel design is en volgens mij dus dit kwalletje dat komt uit dit blok en dit kwalletje komt volgens mij uit dit blok hier zit ook zo'n oceaanachtig thema in dacht ik tenminste wel hier ben ik ook nog wat mee van plan ik had nog een geel-groen kaartje gemaakt. En daar kan zo'n kleine genoom, zo'n kleine kan erop, bijvoorbeeld. Of als je niet weet wat je met die insecten moet, je plakt er zo'n insect op. En dan op zo'n kaart. Dat zijn, kan voor mannenkaarten, denk ik. Dus daar ben ik ook nog wat mee van plan. Die laat ik hierin, omdat het uit dit blok komt. En ik dacht toch echt uh, dat deze. Ja, die komt hier vandaan. Dus hier heb je ook meerdere zeediertjes. En je zou dat ook nog helemaal kunnen opleuken met allerlei ja, van die kleine uitstansels, dingetjes uh, die op die bladeren nog zitten. Schilpjes en weet ik veel wat allemaal. Zeediertjes, een, 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 een klein zeepaadje. Maar ik, op de een of andere manier zit dat niet in mij om dat zo vol aan te kleden. Daar ben ik helaas niet zo'n type naar. Ik zou willen dat ik het kon. Maar ik hou het dan toch altijd. Dit zijn al een vrij drukke kaart geworden. Ik zal eens even deze een beetje aan de kant doen. Zo. Maar ik koos hiervoor om het zo te doen. Dit heb ik een beetje anders gedaan. Ik heb, uh, ten eerste ben ik helemaal vergeten met deze kaart om een gat te stansen. Maar het is dus ook totaal niet nodig, want het velum komt toch heel mooi uit, vind ik, op dit papier. Ik heb het vellen door laten lopen onder de rand uit. Omdat ik het gewoon heel mooi uh, velum vind. In dit geval heb ik ervoor gekozen om met spiegelkarton ook te werken. Dat had ik eigenlijk met het parfumflesje willen ook doen, was ik ook vergeten. Eén blingetje mocht er uh, komen. En be amazed. Dus als je zo'n kaart krijgt met zo'n kwal... dan denk je ook wel eerst bij jezelf van... Hoe? nou, verwonder jezelf. Beetje dat dan. Ik heb met een um, uh, oude stans gewerkt... Um, die ik nog heb van een standset van Action. Zo'n frame dingetje. Toch ook maar gauw even erbij gepakt. Dat is zeg maar deze... Dit frame is dat. Dat is een beetje, ja, een beetje babyachtig. Is het ook maar met groot hart erin. Dit is van uh, Love to Craft. Uh, denk ik al, heb ik zeker al wel twee of drie jaar... Uh, tussen mijn stansen zitten. Dus dit zijn allemaal wat oudere. Uh, maar kijk dus goed um, je uh, eigen uh, voorraad eens door. Wat je allemaal hebt leggen aan randstansen bijvoorbeeld. En niet randstansen, maar stansen waarmee je van dit soort van frames kan maken. En uh, daar kan je je film dus achter plakken. Biomeesters dus, heb ik gedaan. En de volgende kaart die ik dus maakte is met dit kwalletje. Hetzelfde idee allemaal. Bio-Authentic vind het dan leuk als product erbij. En dan hier, heb ik, hier mocht één blingetje extra op. En super simpel. Ook hier ben ik gewoon vergeten om uh, een gat te stansen. Maar dan heb je meteen geen probleem met het uh, <laughs> schrijven van de kaart. En hier heb ik met zilver gewerkt. En met groene inktjes. En uh, in eerste instantie vond ik dat blauw wat domineren. zeg maar. Daarom ben ik voor deze kaart ook echt voor het blauw gegaan. Met die blauwe kwal. Maar toen dacht ik van, ik heb nog een kwal gezien. Ik vind ze hartstikke leuk. Dit doet me denken aan kwallen. Dus een beetje andere kleurtinten. Dat had wellicht ook met, met, uh, met een paarstoon nog gekund. Maar ik denk ik haal dat groen naar voren, wat in die kleurtjes zit. En um, nou, wat je dus doet als je voor het eerst kaarten maakt, als je een beetje een gebalanceerde kaartjes wilt hebben, die er een beetje op het oog een beetje gewoon netjes uitzien. Zeg maar. Het is sowieso goed om met dimensie te werken. Dus ophogen die hap. Um, het is ook goed om met een focaal uh, punt te werken. En mijn focale punt in dit geval loopt echt helemaal recht. Maar hier ben ik een beetje wild geweest en heb ik hem zelfs iets schuin gedaan. Werkelijk waar. Maar je kunt ook nog zo'n focalpunt wat meer schuin op een kaart aanbrengen. Dat zou ik dit soort kaartjes niet doen. Want ik vind het juist mooi dat het hier in het midden is. Als je maar een centraal punt hebt waar je oog naartoe getrokken wordt. en je houdt het rustig met de kleuren. Dus uh, maximaal een kleur of drie. En je hebt altijd neutrale tinten. Zwart is eigenlijk een, nou, zwart niet. Zwart is een uh, contrast. Maar wit en bruin en donkerblauw. Um, dat zijn eigenlijk neutrale tinten. Beige, lichtgrijs. Dus in dit geval maak ik heel graag gebruik van wit. Ik maak bijna altijd gebruik van wit. Um, maar daarmee hou je de kaart rustig. En omdat kijk, dat film dat is best wel druk al van, van zichzelf. Um, ja, dat zijn eigenlijk een paar basisprincipes die ik altijd toepas in mijn kaarten. Niet veel kleuren. Uh, heel vaak kleuren die een beetje in elkaars verlengde liggen. Of juist regenboogkleuren. Dat kan ook wel. Maar dan ook drie kleuren. Ook niet meer doen. Iets van een contrastkleur. En heel vaak kan je daar gewoon zwart of donkerblauw van gebruiken. En dus neutrale tinten. En dus met zo'n focal. Point echt werken. Dus dat is mijn tip voor de beginnende kaartmakers. Dan maakte ik nog een kaartje. Dus ik heb al drie kaartjes gehad nu. Dit is kaartje nummer vier. Deze blok heb ik gehad. Dit is het vierde kaartje. Gemaakt met dit blokje. En hier wilde ik eerst een beetje dat groenige achtergrondje doen, maar er waren geen groene vlindertjes. of met weinig groen zeg maar. Dus en toen heb ik ervoor gekozen om... Uh, uh, ja, dit is gewoon vintage foto. Dit, dit heb ik niet in zo'n goedkoop setje zitten. Ook wel een beetje roze eronder. Als een goedkoop setje, want dat voelt niet mooi. Dus nu... Ja, hij is bijna een beetje vintage-achtig, vind ik nu. En ik vind hem eigenlijk heel mooi geworden, deze kaart. En hier nog wat reepjes over. Die bewaar ik ook echt, want hier ga ik echt wel wat mee doen. En dit vind ik dan een heel moeilijk patroon om mee te werken. Dit is dus heel druk. Ik ben van mezelf in mijn hoofd heel druk. Dan vind ik het fijn dat de andere dingen op mijn leven om me heen... wat rustiger zijn. En dan dit vind ik dan weer dat ik denk van ja hoe ga ik dit nou verwerken Nou, ik moet eerlijk zeggen het is natuurlijk vrij simpel bedacht bloemen op het film en bloemen trekken bijtjes aan en vlinders ik heb ook nog bij de bijtjes gekeken bij de andere insectjes gekeken dan vond ik toch de vlinder vond ik het leukste en die vlinder die heb ik met het lijfje opgeplakt en onder haar vleugeltjes ik weet niet of je het kan zien heb ik uh, van die 3d foam aangebracht en bij dit kaartje had ik wel weer bedacht om hem. Uh, <laughs> Want het is als je het lichter een beetje doorheen. Uh, ik weet niet of dat. Ja. Uh, yeah. Ik weet niet of ik, het, of ik het op de een of andere manier kan laten zien. Oh, dat is heel lastig. Dit is niet goed te zien. Maar je, 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 dit geeft natuurlijk iets van een schaduw hierachter. Want dat is echt een. Uh, misschien dat ik het zo even kan laten zien. Nou ik vind het in ieder geval prachtig dat, je, dat het een beetje dat doorschijnende is. Je kunt hier natuurlijk ook shakerkaarten van maken. Dat heb ik nu niet gedaan. Maar zodra je weer met zo'n. Sorry met zo'n frame werkt, wat ik hier ook gedaan heb. Gewoon met diezelfde stansen gepakt. Basis stansen, uitsnijden. Um, ja, je kunt dus ook met die sier kan je werken. Ja dan ben je eigenlijk al een heel eind. Een paar um, flatback pearls in dit geval erop geplakt en uh, hij is klaar de kaart. Dus dit zijn de kaartjes die ik tot nu toe heb gemaakt, maar ik wilde eigenlijk um, vanmiddag nog kaarten maken, maar ik ben niet helemaal fit geweest vandaag. Met dat warme weer heb ik toch veel last van gehad. Dus ik heb dat een beetje laten zitten, maar wat ik hier in ieder geval adviseer is als je met dat film gaat werken, om te gaan kijken van hé, hey, zijn er ook mogelijkheden om bijvoorbeeld etiketjes te maken? Dus dit is allemaal voor etiketten. Of kan ik hier een mooi klein frameje mee maken? Hier kan je frame mee maken. Hier kan je zelfs een frame mee maken met dat hele grote ronde. Um, dit vind ik heel geschikt voor frames. Dit zijn frames op zich natuurlijk, vierkante frames zijn dit. Met die ballonnetjes zou je zelfs iets kunnen doen met een beetje dat hysterische. Een velm erachter dan echt super leuk. Je kan je ook uh, kaartjes mee maken bijvoorbeeld. En dit lijkt mij zelf ook nog heel leuk. Hier hebben jullie vast ook nog wel setjes van. Die zijn natuurlijk bedoeld om die gelaagd uh, met elkaar te gebruiken. Maar waarom niet gewoon één zo'n laagje maken? Uh, met een, uh, een vuurtorentje, bijvoorbeeld. En een zeebootje dan toch uh, zo'n zuilscheepje op, de, op het water. En daar gewoon een velm achter doen. En dan natuurlijk dat velm. Wat mij betreft, dat in dit blokje zit bijvoorbeeld, bijvoorbeeld dit film gewoon gebruiken. Dit op zich is al, dit geeft natuurlijk al ideeën genoeg. Hè? Alsof je ja, door zo'n scheepsraampje kijkt naar buiten en je ziet daar de golvende... Nou, ik krijg daar allemaal <laughs> ideeën bij. Dus dat lijkt me ook leuk, om dat eens uh, te proberen. Maar daar ben ik allemaal nog niet aan toegekomen. Mochten jullie al zover zijn, laat vooral zien wat je maakt. Hè? Tag mij vooral, ik ben heel benieuwd wat jullie ervan maken. En er zijn ook dames die zeer geïnteresseerd zijn, dat snap ik ook heel goed, want ik vind dat ook heel lastig... In het maken van uh, een kaart met die ja spreuken. Wat het lastige is aan die spreukjes, is dat je ze vrij klein uit moet snijden. Dus dit wil eigenlijk net niet. Ik, had, ik heb al een frame gemaakt en dat vind ik dan ook wel een beetje een saai frame. Dus ik had al gekeken of ik niet wat zielijkers heb. Het, kijk, hij, hij kan die niet achterplakken. Zie je dat? Dus ik weet nog niet precies hoe ik dit ga oplossen. Maar wat je ook kan doen... Uh, is dus achter de letters een heel klein beetje lijm aanbrengen. En dat je daarmee inderdaad uh, het vellen plakt. Dan vind ik het wel mooi dat er weer een rand omheen komt. En dan had ik zelf gedacht om deze eens een keer in deze richting te laten lopen. Ik heb een verkeerde kaart gepakt. Maar ja, ik heb, meestal heb ik van die topfolding Die zo gaan. Maar dit is ook topfolding, maar dan in de breedte zeg maar. Ik wil er eigenlijk zo'n kaart bij maken, die moet ik even bij bedenken. En dan kan ik me voorstellen dat, dat, bijvoorbeeld, dat het mooi is om bijvoorbeeld dit... Op de achtergrond hebben. Zodat die tekst iets meer opvalt. Be kind to yourself. Een frame eropheen En dan. Ja dat lijkt mij dan leuk. Om dat ook weer met uh, zilver uh, spiegelkarton te doen. Maar dit is even voor het idee. Alleen maar even. En dan dit vind ik ook zo'n leuk filmpje. Om deze hier zo dan zo achter te doen. Dan krijg je een beetje dit effect. En dan kan je dus natuurlijk verder oplopen. leuker. En ik zou dit dus helemaal in het midden. Ik ben dan van het midden plaatsen. Daar houd ik dan gewoon van. En dit, uh, ja, ik vind het dan leuk om het een keer op deze manier te doen. Dus zo zou ik ongeveer omgaan met uh, de tekstjes uit uh, de blokjes. Als ik uh, kaarten gemaakt heb die de moeite waard zijn om jullie te laten zien, dan zou ik dat zeker niet nalaten. Nou, tot zover even. Oh ja, dan kan je ook zien. Ik heb dus met deze twee standjes heb ik dat, uh, dat kleine frameje dus gemaakt. Maar zoek je stansjes door, er zijn genoeg, uh, je hebt allemaal nog wel van die etiketstansjes. En dan moet je die nesting moet je hebben, die dus zo in elkaar vallen. Dit vind ik dan niet eens de mooiste nesting dies. Ik vind dat er hier nogal een verschil tussen zit vaak, Deze zijn van Nelly Sneller. Ik ben in 2014 begonnen met kaarten maken, en toen had ik deze al meteen te pakken. Ik vind ze soms niet helemaal mooi op elkaar aansluiten. Individueel zijn ze supergoed te gebruiken. Maar ze zijn mij heel dierbaar, want ik gebruik ze al vanaf het eerste moment en... In die periodes kreeg ik allemaal last van nekhernia's en rughernia's. En vanwege ziek zijn ben ik gaan, uh, gaan knutselen. Mijn eigenlijke hobby is um, ja, tekenen en schilderen. Maar dat kon ik toen al helemaal niet meer. Dat, dat ging voor geen meter. Zo ben ik gaan knutselen. Dan kreeg ik een zelfgemaakte kaart van een vriendin van mij. Uh, die kende ik via de, de, de... We zaten op een loopclubje, zeg maar. Dat lopen kon ik dus niet meer. Dan kreeg ik een kaart van haar. Nou, ik wist gewoon niet wat, wat, hoe ik het had. Ik dacht, ik heb nog nooit zoiets moois gezien. Echt, ik vond het helemaal prachtig. Wat ik jullie nog even wilde laten zien, is dit. Ik heb een schat gevonden in mijn kast. Ik, ben, uh, ik heb vakantie. Ik hoop niet dat het te erg glimt allemaal. Ik zal toch eens even kijken of ik dit, dit ietsjes minder... Wat er misschien iets minder van... Ja, het glimt nog steeds. <laughs> het was eigenlijk nog beter toen het wat hoger stond, volgens mij. Zo. Uh, nou, dit is gewoon iets van een oude sigarenkist. Uh, of iets dergelijks. En... Uh, mijn ouders of mijn vader of mijn broer. Um, die heeft altijd wel zo'n kistje voor mij in de aanbieding. Maar ik ben dus mijn hobby spullen aan het uh, doorzoeken en aan het uh, uitruimen. En um, ja, toen kwam ik dus dit kistje tegen. Wist ik veel wat er allemaal in zat. Hier zit gewoon een schat aan. goodies. zit hierin. Dit heb ik dus ooit al een keer helemaal gemaakt. Klaar om op een kaart gemaakt te worden. Natuurlijk bewaar ik een spiegelkarton. Daar ben ik gewoon gek op. Dit is een stempel um, die ik ooit een keer in Amerika heb gekocht. Dat heb ik al helemaal gekleurd met aquarel tinten. Dit is volgens mij ook zelfs Tim Holtz, um, wat ik call het kaartstuk. Maar daar heb ik nu allemaal andere uh, waterpapiertjes voor. En je hoeft echt niet geen Tim Holtz te hebben, totaal niet. Dit is ook gewoon een stempel van Tim Holtz. Ik dacht echt van... Uh, Toen de tijd dacht ik van, vind ik dit wel mooi. Maar heel eerlijk, ik vind hem schitterend. Dit is toch prachtig voor een mannenkaart? Um, nou, toen kwam ik, dit, is een, dit zijn stempeltjes van, uh, hier heb ik er ook meerdere van uh, tussen zitten. Allemaal oude stempeltjes in ieder geval ook van, uh, van Craft Sensations. Die herkennen jullie vast wel, die, die setjes. Nou, ik zal het even een beetje bij doorlopen. Die heb ik ook al gekleurd, klaar voor kaarten. Hier heb ik een of andere border, heb ik uitgeknipt. Wat een werk was dat, maar vind ik dit niet zo netjes gekleurd. Maar heel eerlijk gezegd. Ik dacht, laat ik eens even proberen hoe dit wordt als ik hem eens op een kaart uh, doe. Ik vind het echt de moeite waard. Waarom niet? Gewoon plakken die hap en kijken wat het wordt. Maar dat, in die tijd was ik daar nog allemaal heel onzeker over. Niet gedaan. Ik heb vogeltjes gekleurd. Dit zijn allemaal oude stempeltjes van, uh, uh, van CS. En met die hele kleine plutterige uh, stempeltjes, daar kon ik eigenlijk niet zo heel veel mee. Maar hoe leuk is het om hier een kaart mee te maken. Op deze wijze. Alsof het allemaal, uh, ja hoe zeg je dat? Uh, schilderijtjes zijn bijvoorbeeld. En daar zo heb ik het ook bedoeld zonder de tijd. Niet mee verder gegaan. Gewoon maar in de bakje gegooid. Komt ooit wel een keer. Dit is een, ik weet niet van welk merk dit stempel zit heb ik helemaal gekleurd en al. bene. Bijna leven zegt met die uh, Narcissa. Moet toch gewoon op een. Komt hij weer? Op een kaartje worden aangebracht. En deze stempeltjes hier heb ik er heel veel van kunnen kopen. Van een winkeltje dat helaas uh, dicht ging. Dat zat in hengelo en dat ging ermee stoppen. Dus dat ben ik goedkoop aan kunnen kopen. Nou, ik heb nog een baby uitgestanst. Ik heb gewoon een achtergrondje gemaakt met watercolor effect. Ik denk dat dit Distress Inks allemaal zijn: beetje Distress Ink op je, op je mat, beetje water erbij en een beetje deppen op je, je uh, kaartbasis uh, of op je kaart. Dit is een mooie vlinder, maar wat schetst mijn verbazing: die heb ik dus ook al uitgebreid gekleurd. Het is een beetje crunchy. Hier houd ik soms ook heel erg van, van een beetje dat mixed media. Ik heb toch dat schilderachtige in mij, Dat vind ik gewoon leuk. Ja, waarom niet gewoon ook? Komt hier. Dit zou dan op een vierkante kaart. Op een kaart. En hij is klaar. Dit heb ik gemaakt met alcoholinkjes. Dit heb ik nog niet heel lang geleden gemaakt. Ja, daar kan toch een zeedier op zometeen? Ik zal eens even kijken of ik zo'n zeediertje kan vinden. Eens dus even kijken hoor. Ja, dan krijg je een beetje dit idee. Het kan, kan natuurlijk een andere en Dus zou ik nog helemaal moeten bijknippen even. Dat heb ik trouwens met die, uh, al die duikers wel gedaan. Je moet ze wel een beetje bijknippen nog, vind ik zelf. Maar waarom ga ik dit niet gewoon afmaken? Of nou, op deze manier misschien of zo. Ik weet niet precies. Het lijkt mij iets van een walvisachtig iets. Maar maak toch gewoon af? Niet gedaan. Heel oud stempeltje, geen idee. Volgens mij komt dit. Uh, ik weet het dan niet meer heb ik geprobeerd om te embossen, wat niet helemaal goed gelukt is. Maar ik vind het toch wel heel leuk. Dit kan toch zo op een kaartje. Weerom. Met zo'n filmachtig Met een frame eromheen. En je bent klaar. Hier heb ik nog allemaal visjes. Um, dit is van CS. Een stempelsetje. Niet gebruikt, wel gekleurd. Hier heb ik nog weer van die vogeltjes. Die dan zo geinig zo achterop zo'n zo kaart kan aanbrengen. Waar ik snap nou toch allemaal? Nou ja. Ik kan ze zo gewoon niet even vinden, maar je snapt het idee. Dan kan je iets een grotere kaart eventueel van maken. Of een vierkante kaart. Hoe schattig! Het zijn net kanarietjes, toch schattig? Niet gedaan. Hier heb ik een keer ik een tutorial van gezien. Dat vind ik zelf heel leuk. Gewoon met een dop of iets dergelijks trek je cirkels. Je maakt met je dop halve cirkels om blaadjes te maken. Um, je hebt een uh, watervaste uh, stift, bijvoorbeeld. Ik heb altijd. Of de Staedtler, die vind ik zelf heel fijn eigenlijk. En dat andere merk heb ik dan ook. Dan wil ik zeggen: Sakura, maar dat is de gel pen. De jelly roll pen is het niet. Maar ik bedoel natuurlijk. Uh, de Micron penna. Micron. Ik vind Stedtler fijner, maar ik kan mijn Stedtlers gewoon niet terugvinden, uh, moet ik zeggen. Nou, en dan. Dit is toch helemaal leuk. Een leuke spreuk erop. En je hebt uh, een, een geweldig leuke, vrolijke, kleurrijke kaart. Oud stempelsetje, heel oud stempelsetje van CS. Toen ik net begon met. Uh, toen was ik nog helemaal geen designlid team, helemaal niks. Twee engeltjes. kan ik gewoon nog wat mee doen. Dus dat is met alcoholmarkers. Dit zijn even mijn allereerste stempelsetjes. Die heb ik gratis gekregen toen ik mijn. Uh, uh, ik heb een um, Nelly Snellen uh, embossingmachine. Een. Uh, uh, een Pressboy. En wat ik altijd zo sneu vind van die, van die jongen is dat het een roze ding is. Maar dat is echt een A4 formaat. En hij doet het nog steeds. Hij kraakt en hij piept aan alle kanten. Maar toen ik dat ding kocht, kreeg ik dat stempeltje er gratis bij. Heb ik gewoon ooit een keer gekleurd. Niks mee gedaan. Hier heb ik zelfs, het is er een beetje vanaf gegaan, inmiddels glitter opgebruikt. Nou, ik was toen echt wel lekker bezig, joh. Niks mee gedaan. Uh, iets geprobeerd met ingelegde hartjes. Gewoon even als een testdingetje. Superleuk op een kaart. Dit is een, uh, een, een handstans. Die heb ik gekocht in de Verenigde Staten. En dit is natuurlijk een, een edelhet. Maar dan heb ik weer geen idee hoe ik dit moet gebruiken. Dan denk ik van, ja, er zitten geen oogjes in, geen neusje. En hoe doe ik dat dan? Maar goed, dat zijn mijn uh, gedachtebeperkingen. Dit vind ik zelf ook heel gaaf. En dit, dit heb ik ook ooit een keer gekocht. Dit kan, kan ik dus een beetje droog embossen. Maar dit moet toch gewoon op een kaart ook, jongens? Hoe mooi is dit? Nooit weer gebruikt. En je gebruikt niet eens aangebracht op een uh, kaart. Dan hier heb ik nog visjes. En kijk, hier heb ik dan zo nog zo'n bloemetje. Deze bloemetjes horen ook bij elkaar. Dit is ook van CS, dit. Allemaal net op een wat andere manier gekleurd. Dit is volgens mij met grijs gestempeld. Dit is met zwart. Daar krijg je net een beetje een ander effect van. Ook allemaal om uit te proberen. Ik hoop niet dat jullie dit heel erg schittert. Ik doe dat even een beetje zo. Het is allemaal heel glimmend. Nou, deze meisjes, die kennen jullie allemaal wel. Waarom gaat het niet gewoon op een kaartje? Superleuk. Deze stempelsetjes heb ik ook. Dit vind ik ook heel leuk, die matroeskapoppetjes. Maak er toch gewoon iets van. Deze heb ik helemaal gekleurd. Het is ook een heel oud stempelsetje. Van een oud stempelsetje van CS. Die heb ik allemaal nog, die hele oude dingen. Dit weet ik zo niet waar dit vandaan komt. Maar vind ik gewoon te leuk voor woorden. Hier had ik kennelijk ook iets mee. Hier was ik ook iets mee van plan. Nooit iets mee gedaan. Nou, deze is misschien, ja, toch ook nog wel heel schattig gestempeld. Een beetje dubbel gestempeld daar. Uh. Dit is dan een van die kolibries. en dan Dat in nou, bost. Een cirkel. Dit, dit kan ook, hè? dat je een aantal van die cirkels maakt. Uh, een beetje met inkt. Um, en wel, zou ik wel met uh, oxide. Niet met inkt, oxide. gewoon met de uh, distress kun je dat gewoon doen. Oxide mag natuurlijk ook. En als je dat, als je het dan in die blauwtinten bijvoorbeeld doet. En dan weer zo'n zee die er bovenop. Dat is net of, je, of die in de bubbels naar boven komt drijven. Die nog. Die nog. Deze kennen jullie. deze heb ik heel veel gebruikt. Ook heel leuk. En uh, nou, nog een dametje. Dit heb ik dus helemaal geprobeerd met alcohol inkt. En toen vond ik het verschrikkelijk. Maar nu denk ik van ja, het is eigenlijk best leuk geworden. Oud stempelsetje van uh, CS. En dit is zo'n stempeltje wat ik toen voor weinig geld heb kunnen kopen. De in de categorie gebruik het toch gewoon. Kijk, dit, dit stempelsetje bijvoorbeeld. Die, deze stempeltjes zaten daar toen in, toen CS nog leuk deed. Uh, en ik snap niet zo goed hoe ik nou... dit moet in- en uitzoomen. Misschien moet ik juist zo uitzoomen. Ik film met mijn, kamer of met mijn uh, telefoon. Het kan zijn dat, dat hij niet zo scherp stellen zoals een gewone camera dat doet. Uh, ja, en toen werden er nog hele leuke stempelsetjes uitgebracht. Maar ze uh, doet dat even niet meer. Dus mijn vraag eigenlijk aan jullie is: zouden jullie het leuk vinden om af en toe eens wat te zien? Uh, wat ik gebruik uit deze stapel met dingen. Zo ja, laat het me even weten. Als je het niet per se hoeft te zien dan liever gaat voor de spullen... die ik allemaal in de ons bekende winkel heb gekocht... en die nu nog allemaal voorhanden voor, uh, voor zijn. Even goede vrienden vind ik ook goed. Knutsel ik ook graag mee. Ik ga even zo goed toch wel kaarten hiermee maken. Maar uh, ja, deze vind ik ook heel mooi deze. Hier ga ik echt wel wat mee doen natuurlijk, dat snap je. Dus laat maar even weten of je dat een beetje een idee lijkt. En dan... Uh, ben ik er voor nu weer even helemaal doorheen. Voorlopig nog even geen shoplogs weer. Want ik heb natuurlijk weer genoeg gekocht. En ja, uiteindelijk, het is allemaal dan wel niet veel geld. Maar bij elkaar opgeteld ben je toch altijd weer zo uh, 25 euro kwijt. Uh, <laughs> terwijl, ik heb nog zoveel liggen. Een beetje data. En uh, ja, een tip aan jullie is ook inderdaad, mocht je nog niet zo ver zijn, doe het toch. Ruim die kasten is leeg. Ik heb zelf geen uh, hobby Kamer, echt. Ik uh, knutsel echt altijd aan de achtertafel. Dat geeft wel wat problemen, omdat ik uh, soms niet goed uit de voeten kan met mijn spullen allemaal. Ik heb een, uh, een hele lange gang in mijn huis. En in die lange gang staat een grote kallaxkast. En in die kallaxkast heb ik heel veel van mijn uh, uh, knutselspullen. En ik heb nog een, uh, een, uh, een slaapkamertje over. En, daar heb ik, en mijn spotkleding heb ik daar staan. En mijn uh, crosstrainertje staat daar. Mijn vrouw moet een beetje fit blijven, natuurlijk. Maar dan heb ik nog een Kalkskast uh, staan. En Daar heb ik heel veel spul, waar, dat, Daar haal ik eerst al mijn spullen van CS eigenlijk in. En uh, nou ja, daar kon ik bijna een kast mee vullen. Echt serieus. Dat was ook gewoon echt abnormaal. Zoveel spullen als. Uh, ja, dat laat ik zo zeggen. Al het spul wat ik nu nog heb. Ik, ik moet wel 112 worden. Wil ik het ooit kunnen uh, uh, verbruiken, allemaal? Moet ik eerlijkheid zelf bekennen. Jullie kennen dat vast wel. Hoop ik dan toch maar. Dat ik niet de enige ben die uh, zo banaal veel van die spullen heeft. En, uh, maar goed, ik vind het ook gewoon weer heel leuk om gewoon zelf uh, mijn eigen spulletjes te kunnen kopen, dat je niet afhankelijk bent van een merk. Ik ben dan wel zo iemand die dan uh, heel graag uh, lekker met die gekopen merken in de weer gaat en dan proberen om de mooiste kaarten te maken. En uh, nou ja, mocht je het leuk vinden, dan laat ik af en toe wat van die kaarten zien. Zo niet, ik heb ook uh, binnenkort denk ik een uh, leuke tip om een bepaald speciaal gevouwen kaart te kunnen maken, een heel handige tip... Uh, die ga ik denk ik maken ook met de blokjes uh, die ik nieuw gekocht heb van, uh, van de libra. Dus zodra ik dat gedaan heb, laat ik je die zien. Kan zijn dat het dit weekend nog wordt, ik weet het niet zeker. Volgende week dan ga ik lekker op vakantie, dan ben ik een tijdje niet. En uh, nou ja, ik uh, kom vanzelf wel weer bovendrijven. <laughs> dat zal het probleem niet zijn. Ik heb weer een heel aantal nieuwe abonnees te begroeten. Heel erg bedankt daarvoor jongens. Het verwarmt mijn, uh, mijn hart gewoon compleet. Uh, dat ik van die lieve reacties van jullie krijg en dat jullie het waarderen. Dat vind ik echt heel erg leuk. En uh, nou ja. Ik uh, denk dat ik er maar uh, mee mag kappen nu. Uh, geniet nog even van de avond, van de, de openingsceremonie. Die is nog steeds gaande, zie ik. En dan spreek ik jullie graag een volgende keer. Heel erg bedankt voor het kijken. Tot gauw. Hai.